En over het geslacht van deze Nick en Simon wordt niet getwijfeld. Maar er zijn wel twijfels over hun naamgenoten in dierenrijk Nune. Nick en Simon daar, die werden in november geboren. Maar nu blijkt dat het wel eens ijsberenzusjes zouden kunnen zijn. Nicky en Simone dus. Goed nieuws voor het dierenrijk, want in het Europese fokprogramma zijn vrouwtjes ijsberen hard nodig. Ijsbeertjes laten zich maar moeilijk onderzoeken, dus 100% zeker is het allemaal nog niet.